Vanaf het nieuwe schooljaar, direct na de zomervakantie, krijgen zo'n 350 kinderen van de Kuikse basisschool De Nienekes en kinderen van Spring Kinderopvang onderdak in tijdelijke lokalen op de plek bij de Maas, die sinds 2019 dienst doet als gelegenheidsatletiekbaan. De gemeente, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, heeft voor deze locatie gekozen omdat die relatief dicht bij de huidige schoollocatie ligt en omdat het terrein aan de kantelen voldoende ruimte biedt. Deze week zijn de afzonderlijke lesunits met vrachtwagens naar Kuik vervoerd. Met hulp van een speciale kraan zijn de tijdelijke leslokalen op hun plek getakeld. Volgende week hebben de kinderen van De Nienekes voor het laatst les in hun huidige school in het centrum van Kuik. Dat verouderde gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een gloednieuwe school op dezelfde locatie aan de Helwigstraat. Als alles volgens planning verloopt, krijgen de leerlingen van De Nienekes tot de herfstvakantie 2025 les in de tijdelijke lokalen. Als alle obstakels na oplevering van het project weggehaald zijn, kan de atletiekbaan weer volledig gebruikt worden. Het noodgebouw, inclusief de inrichting van de directe omgeving met openbare verlichting en asfalt voor een tijdelijke weg en parkeerplaatsen, kost de gemeente bijna 1,7 miljoen euro.